Waar ik meestal mee begin, dat is aan de hand van de foto's die ik maak, dat over te zetten in een tekenprogramma. Op het moment dat zo'n ruimte duidelijk is, ga je dus analyseren wat voor eigenschappen nou die ruimte heeft. En ik heb op verschillende plaatsen heb ik dan gemeten. Ik zal even laten horen hoe dat dan gebeurt. Je sluit dan een microfoon aan op het systeem. Dat is een speciale meetmicrofoon. En vervolgens produceert het programma een toon wat van laag naar hoog gaat. En vervolgens wordt gemeten welke frequenties nou harder klinken en wat voor vertraging ze eigenlijk hebben. Dus als het aankomt op galm of echo. Op het moment dat ik die frequenties heb vastgesteld, welke klanken resoneren in die ruimte, dan ga ik met die frequenties naar de software van Proximity Effecten. Naar de computer welke in de kerk staat. En daar worden dan de filters, de oscillerende filters, de toongeneratoren zou je ze ook kunnen noemen, die worden dan voorzien van die frequentie, waardoor ze dat dus gaan weergeven. Dus dan hoor je die specifieke toon in die ruimte weer terug, waardoor je dus een soort verdubbeling krijgt. De ruimte die gaat zelf als instrument fungeren. Ik ben begonnen om in de omgeving, directe omgeving van het Sint-Servaaskerkje in Groot-Loon, opnames te maken. En daar isoleer ik dan de markante momenten uit. Binnen Pro Tools kan ik de geluiden manipuleren, kan ik ze op maat snijden, kan ik op 15 sporen ook kijken hoe nou geluiden samen zouden kunnen klinken.